Jongens en meisjes? Wil je niet dat ik zo van onder kom zo? Hey. Nee, dat wil ik niet. Dat vind ik ook goed. Maakt mij niet uit eigenlijk. Jongens en meisjes! Hey! Daar is hij toevallig ineens. We staan vandaag in ook wel een mooie studio. Voor mij is het net een mooier. Maar... Wat? Ga je nu meteen zo doen? Ook wel een mooie? Nee. We staan hier in een hartstikke mooie studio, namelijk die van Enzo. En wij gaan vandaag eindelijk iets doen wat we al eerder hadden moeten doen. Want hier kunnen we echt van gaan genieten. We gaan namelijk reageren op oude vlogs. En daarom bedoel ik echt oude vlogs. Dus, 7 jaar geleden. Ja, 7 jaar geleden. En dat wordt heel grappig. Dus we gaan even een paar video's uitzoeken. En dan ik weet al een paar leuke momenten. Die ga ik laten zien. Ja. En misschien komen we nog iets anders leuks tegen. Wie weet. Tuurlijk, ja. Jij had het in ieder geval over vlog 100. Vlog 100 gaan we sowieso terugkijken. Dat vindt Quinn de gouden vlog. Ik weet niet waarom. Nou, vroeger, toen zat ik dus op de middelbare. En toen werd ik echt met die vlog, daar werd ik echt belachelijk mee gemaakt. Maar gewoon door mijn vrienden van school. Maar die vonden die zo grappig. Dus die zeiden altijd daar dingen over. Kan ik nu nog niet zeggen, want anders weet je het al. En dat is niet leuk. Dus we gaan die wel even als eerst kijken. Oké, ik ben benieuwd. Vlog 100. Wow, ik hoor niks hierdoor. Nee, ik zou eentje opdoen net wat als ik heb. Ik zou eentje opdoen! Ik vind het zo grappig om dit te zien. Ja, bro. Als je kijkt wat ik heb geüpload. Hier ben ik verkleed als vrouw. Ik ben ook een keer verkleed als vrouw gegaan. Moet je dan ook meteen zo praten? Nee, ik moet gewoon nu al lachen. Hier gaan we bijna naar Spanje. Ja. Vlog 80. Kijk, hier. Spanje. Waarom in Spanje? Ja, dat was wel leuk. Wacht. Hier. Hé. Hey, weet je wat we hier kunnen opzoeken even? Nou. Oh. Het moment waardoor ik ben begonnen met filmpjes maken ook. Is dat zo? Ja, wacht. We gaan heel even snel een beetje doorspoelen. Kijk. Wow, ziek hè? Moet je kijken hoe Quinn is veranderd, hè? Ik zag er echt anders uit. Niet normaal. Oké, wacht even. Echt niet normaal. We moeten echt naar het juiste moment even nu. Wow, wat zeg je? Joehoe, Quinn, joehoe. We hebben er zin in. Joehoe. Ik vind het helemaal ongemakkelijk. Jij zegt gewoon, yo, what the fuck. Hier was ik het kleine kind, niet jij. Heel rustig. Kan je ook rustig zijn? Geweldig. Weet niet wie die irritant is. Oh, Anton Boeks. Deed jij dat? Ja, kijk. Kijk, hoog Kito. Irritant. Oh. Je doet gewoon je hand in je broekzak, bro. What the fuck? Hey, oh, Bumper. Oké, wacht, wat gebeurt hier? Ik heb je gekomen, Enzo. Hi, Quinn. Alles goed? Ja. Er nog steeds zin in? Nee. Je verveelt je af en toe, hè? Ja. Maar dan moet je op de tablet. Dus ik pak de tablet van jou af? Nee, hij is bijna op. Oh. Misschien kan jij er wel. Hoi, lieverd. Ik kan het niet vinden, hoe kan dat? Weet je wat er namelijk was gebeurd? Nou. Op de heenweg van de reis, toen heb jij mij een keer gefilmd. Maar blijkbaar was dat dus niet hierheen, maar volgens mij wel. Toen heb je mij dus gefilmd, zo van... Quinn is aan het slapen, grappig. Ja. En toen dacht ik op de terugweg, oh, dan ga ik jou filmen. Toen had ik jouw petje opgedaan, had ik jouw zware kamer. Toen had je nog zo'n hele grote, net zoals deze, maar ja, dan iets anders. Een spiegelreflex. Ja, toen ging ik die zo vasthouden en toen ging ik jou zo filmen. Enzo is aan het slapen. Echt? Oh, dat weet ik helemaal niet meer. Nee. Enzo's eerste dag in Spanje, tussen haakjes extra. Gewoon een edit gemaakt. Extra video. Ja, dacht, ik moet toch iets uploaden. Zieke edit, jongen. Dat was ziek, hè? Vroeger was dat zo anders. Ja. Hi, Quinn. Ben ik weer. Maar dit wil ik niet. Ook niet eens je eigen zwembroek, die is van mijn vader. Wow, hier was ik skeer, hè? Ik had geen shit. Nee, dat is ook niet. Oh, hier gingen we dammen bouwen. Dat ja, was dat de was shit. Leuk. Dat was leuk. Ja, dat was leuk. Oké, lijpe edits. Ja! Hij heeft hem gevonden, hoor. Hij heeft hem gevonden. Kijk. Later. Yo, kijk. Enzo ligt te slapen. En wij zijn op de terugweg naar huis. En we wilden even laten zien dat Enzo aan het slapen was. Wat dat zie ik. Kijk, zijn mond.
Vond je helemaal leuk. Gaan we nog verder? Gaan we nog verder? Ja, ik weet nog wel dat ik dit heel grappig vond. Ja. Maar ja, dus toen... ja, dat was het. Echt geniaal. Ja, dit was echt leuk. Maar ja, daardoor ben ik dus begonnen. Leuk, eigenlijk, hè? Dit is mijn herinnering aan dat ik ook ging beginnen. Ja, serieus? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. 2013. Ja. Ja, 7 jaar geleden. What the hell. Echt lijp, hè? Oké, maar nu gaan we naar het allerleukste van het leukste toe. Denk ik. Dit wordt echt grappig. We gaan naar de 100ste vlog. Ja, dat was voor mij ook wel een mijlpaal, hè? Ja. Knol, power! Maar dat is ook logisch, hè? Dat een... sorry. Hey. Gewoon 100 vlogs achter elkaar, snap. Nostalgie intro. Mijn naam is Enzo Knol. En dit is de 100ste vlog. En omdat het de 100ste vlog is, ga ik weer lekker gek doen. Let's go! Yo, leuk te zien. Okay. Ingeven mees. Kijk maar. Oké, dit was een hele goede vriend van mij, van de baan, van de middelbare school. Vlog. Ja. En ik ben bij mijn vriendin, zoals jullie weten. En ik ben hier samen met Ingeven mees. Hey. Hoe oud ben je? 12. Hoe oud ben ik? Oh kut, ik druk op start. Ik denk al, je begint er nou nog meer te praten. In ieder geval, dit is Mees, hij is 12 jaar en hij heeft me uitgedaagd om een potje FIFA te doen. En ik heb ook net gehoord dat je mijn vlogs kijkt. Ja. Dus kom je ook in de 100ste vlog. Fucking awesome. Hoop ik. Tuurlijk. Oké, cool. En je hebt een draaipad zonder anders. Je hebt een fucking swaggerpad. Oké dan. Oh. Zij daagt me uit met FIFA met zo'n swaggerpad. Ik heb een swaggerpad en wij gaan een swaggerpotje spelen. En ik ga je helemaal afmaken. Hoe lang speel je al FIFA? 2 jaar. Kijk, je ook blij zijn, hè? Kijk, maar hij is echt blij, jongen, altijd in de vlog. Zo, klaar. Jij bent echt een vieze. Jij bent echt een vieze. Jij was echt schattig. Dat maakt helemaal niet uit. Ik ben een vieze. Oké. Wat eet jij, Kevin? En dan... Hij is rond. Echt? Daarmee werd ik gepest. Serieus, omdat je zei... Ik heb een donut. Hij is rond. Weet je, daarom... Iedereen zat er. Dit is een donut. Hij is rond. Zo tegen mij, ja. Even kijken nog een keer. Wat eet jij, Kevin? Een donut. Hij is rond. Echt? Oh. Ja. Dat is raar. Oh. Dat is raar. Oh, wat fantastisch. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Dit was wat Quinn wou laten zien aan mij. Ja. Hij is leuk, hij is leuk. Ja. Alleen ik weet niet of er nog meer leuke dingen in komen. Maar het is raar voor mij om dit te zien, omdat ik ben hier gewoon een... Hoe zit jij nou erbij? Ik kan geen eens normaal praten als ik dit soort shit zie. Wacht even, kijk dit. Wat doe je hier? Ik kan dit helemaal niet meer herinneren. Enzo Knol, niet in 3D heb laten spelen terwijl het wel kon. Op FIFA zie je het niet, maar op Black Ops wel. Het is zo raar om te zien, omdat hier was ik ook gewoon potjes FIFA aan het doen, maar ik was helemaal niks daarvan aan het opnemen. Gewoon mijn reactie. Ja, gewoon raar. Gewoon het FIFA zag je niet eens. Nee, ik weet het. Hier wist ik echt niet wat ik aan het doen was, man. Het was gewoon maar uitproberen allemaal. Ja, alles was uitproberen. Ook, ja, was niemand deed het ook nog. Er was niet echt een voorbeeld of wat dan ook. Er was gewoon, ik verzond gewoon alles zelf en het was gewoon... Heel veel onzin. Het was gewoon maar dingen doen. En geen idee hoe of wat. Maar je had toen ook nog niet echt van die dingen dat je ook FIFA kon opnemen en zo. Nee, het was nog niet echt bekend, zeg maar. Nee, het was nog niet heel erg bekend. Kijk, nu kan je gewoon op internet YouTube tutorials zoeken en je komt van alles tegen. En dan hop, dan kan je downloaden en klaar. Maar toen was het inderdaad best wel wat nieuw. En zo. Ja. Echt grappig om te zien. Ja, dit is wel grappig. Hey, leuk dat je nog kijken naar de vlog. Een boterkoekje. Maar jij staat ook te springen. En als ik dan iets zeg... Nu een fucking tatoeage laten zetten. Ja, weet je, jij deed dat omdat je zenuwachtig was. Ja, ik vond het altijd wel spannend, maar ook heel leuk. Ik wil altijd wel graag meedoen. Hij is zo'n blij jongen. Hij is echt zo blij. Ja. Holy shit, want jij bent heerlijk aan het genieten van je koekje. Eet smakelijk. Dankjewel. Anyway. Ja, dit koekje is vierkant. Het was wel geniaal geweest als je dat had gezegd. Koekjes, nou, maar dat kan nu niet meer. Tatoeage wordt fucking vet. En we laten hem zetten door een echte professional. En jullie zien straks het resultaat. Fucking vette tatoeage. En hiermee, jongen, ik weet het zeker. En hiermee gaan we alle chickies scoren, man. Zeker. Sowieso. Maar jij hebt een nieuw blouseje. Kijk hoe goed het staat. Dat is alvast voor kerst. Dat hij aan gaat doen met een hele... Lekker met een mond.
Hij heeft één sok aan en één niet. Bro, waarom heb je één sok aan? Like, what the fuck? Dat zei ik net al. Ja, maar het ziet er zo grappig uit. Maar ik ben ook altijd iemand die de twee verschillende sokken aan heeft. Jij niet? Nee. Jij ook altijd dus. Maar ik ben hier dan ook echt nog één skisok aan en één enkel sokje, weet je wel? Gewoon de taal. Boeit mij dan nou? Wie ziet dat nou? Ja, als je maar sokken aan hebt. Ja. Inderdaad. Check it out, Quinn. Ja. Oh yeah, we hebben een tattoo laten zetten. En dit zijn de tattoos van Quinn. En dit zijn mijn tattoos. Waarom heb ik dit zo... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. En hier, oh yeah. Die is wel vet. Ja. We hebben dikke swag tattoos. Dankjewel. Dit... Maar raar dat ik ook niet heb gefilmd hoe die tattoos zijn gezet. Het is gewoon erop geplakt en toen, kijk wat we hebben. Meestal laat je dan zien hoe je het doet of wat dan ook. Ja, maar ja, kijk hoeveel vlogs dit geleden is. Gewoon... Ja, 140 gast. Heel veel. 7 jaar geleden. Ik word gewoon moe van als ik zo lang terug in de tijd ga. Nou, we zijn bij vlog 200 nog wat en ik zie jou niet echt meer in de thumbnail. Oh, hey, hier. Daar ben ik ineens. Oh. Ja. Oh yeah, Quinn is ook weer in de building. Hallo. Zo dat is een hele tijd geleden, Quinn. Ja, 3 weken. Ja, inderdaad. Jij hield het bij. Hij streept af. Ah, shit. 1 dag niet in de vlog. 2 dag. Ja, 3 weken en zo. 3 weken heeft het geduurd. Oh. Oh. Ja, dat klopt nooit, de ondertiteling. Hoe doe ik dat aan? Was ik gisteravond was ik bij FIFA. Ja. Coach van Quinn, ik heb het niet ingepakt, maar ik heb het wel voor je. Het is, dames en heren, sommige mensen zeggen ook wel dat het hun leven is. FIFA 15 voor de PlayStation 3. Ja! Gast, FIFA was mijn leven, hè? Boy, yo, jij was zo happy, hè? Ja, ik zeg ook, voor sommige mensen is het hun leven. En Quinn... Ja! Ik weet ook nog heel goed, hè, toen die, na wat we nog zo meteen gaan zien, na al die challenges had ik hem, ging ik op Insta, had ik een foto geplaatst. Ja, ik heb alvast FIFA 15, echt niemand heel heeft veel dacht nog. Dat het nep was, toch? Iedereen, ja, is nep, kan niet, het is gewoon demo. Ja, ja, terwijl het al gewoon de game was, dat had ik gewoon voor je gefixt. Nu dacht ik dat het wel leuk was, jouw pas FIFA 15 echt te overhandigen, dat je het mag houden, na wat opdrachten die ik jou gegeven. Er staat wat op het spel. 1, 2, 3, 4, 5. Denk aan die mooie prijs. Denk aan die mooie prijs. Niet lachen, niet lachen. Laatste keer. Ja! Woehoe! En dames en heren, er komt nu opdracht 2. Dank je wel. Alsjeblieft. Kan het zelf lukken? Oh, dit was echt niet handig. Oh shit. Hoe wil jij er nog aan? Hoe wil je omdraaien? Ja, dat weet ik ook. Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, je zit even. Je zit hier echt helemaal klem. En je deed het wel. Ja, ik deed het. Oh, dat gaat toch niet, jongen? Oh my god. Oké, ik takel je er helemaal uit. Wacht even. Dus we gaan dat niet... Wat? Kijk hoe lelijk hij is. Oh my god. Een klein beetje hulp. In één keer. Een klein beetje hulp. Hoppa. Dat is eigenlijk zo klein beetje hulp. Weet je? Dat is eigenlijk wel heel grappig, ja. Maar toen was het helemaal niet grappig. Een klein beetje hulp. Als je hier pauze doet, oh, ietsjes terug. Een klein beetje hulp. En dat is gewoon, huh? Zie ik dat nog goed? Waar is Quinn nou? Hey. Probeer nu eens heel stiekem te kijken of er iemand aankomt. Nee, dat zie je niet hoor. Je ziet niet dat... Kan je mij nu wel zien, Quinn? Ja. Ik zie alleen je neusgaten, maar dat zie je echt niet van een afstand. Oké, ik breng je even naar de overkant, ja? Ja, is niet. Maar heel soms, als je heel even niet oplet, dan... Oh! Gaat het? Dat valt toch om mijn rug. Ze gedrinkt in zijn elleboog. Hoppakee. Leeft het nog? Dat ben echt ook pijn, hè? Dat was heel hard binnen. Jongen, je moet niet meer laten vallen hoor, want ik
ik zit niet helemaal hier met mijn rug. Oh, okay. Oh, dit was minder lief van mij. Rustig, let op de weg mevrouw, let niet hierop. Oké, dan gaan we het doen, ja? Ik zal je niet meer nakken. Naaien. Sorry, ik zei het alweer verkeerd. Ja, wel goed doen, want anders doet het echt pijn, man. Ja, ik doe het dus. Ga ik dan. Oké. Ik breng je naar de overkant, ja? Ik laat je niet vallen. Oké, Quinny boy. Ik ga aan de overkant staan. Ik ga het filmen. En je kan zelf wel kijken of er iemand aankomt of niet. En dan gaan we dit doen, jongen. Ik wens je heel veel succes bij de tweede opdracht. Ja. Let's go. Dit is zo fucking grappig, hè. Dit is zo mooi. Fuck. Ja, het was niet zo heel goed gelukt. Ze schrok niet. Ze moest lachen, hè. Deze hoofd lachen uit. Oh fuck. Nou, gaan we weer. Nog een keer. Bukken. Ja, totdat er iemand schrikt. Hè? Tactiek is veranderd, mensen. Hij is nu van daar, is hij daarheen gegaan. En er komen twee fietsen aan. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij zit stiekem op te kijken. Die staat gewoon heel op de weg. Benieuwd of het hem gaat lukken. Gelukkig kwam daar geen. Jezus, ik schrok, ja. Je schreeuwde ook best wel hard. Ze zei, Jezus, ik schrok. Zijn derde opdracht. Ik wilde eerst iets pakken. Net toen zei je moeder, nou doe dat maar niet. Ik weet wat Quinn erger vindt. En dat is dit. Ah, nee. Ja. Jouw opdracht. Ik wist het toen ook is al hier drie van te eten. Alle drie. En hoe heet dit ook weer? Dadel. Dadel. Dit is een dadel. Gevuld met kruidenroomkaas. En je moeder zei dat hij het echt fucking vies vond. Dus ja. Dat is echt het enige wat ik echt niet heb. Serieus? Ja, misschien is mijn smaak veranderd. Maar... Nee, je weet maar nooit. Maar het ziet er ook niet lekker uit. Maar... Je moet niet een grote hap nemen. Oh. Je moet niet een grote hap. Hamp! Je had hem al in je mond. En je... Oh. Niet een grote hap. Stop ze in één keer in zijn mond. Je mag er nog één deny, hè? Ja, maar dan heeft hij straks nog een erger op de dag. En jij hebt het nu ook al in je mond, dus je kan het net zo goed afmaken. Nee, maar ik moet er dan nog twee. Ja, je moet er drie in totaal. Ja, dat ga ik niet doen. Ja, dan heb je de opdracht niet compleet. Ah, boeien. Dus je wilt deze niet, deze opdracht? Nee. Je vindt het echt te vies. Dus let's fucking do this. Jij mag nu aan mijn kont schieten. Komt u! Oh, fuck! Bukken, klaar! Oh. Ik trap alleen maar over de grond. Hey! Kijk, dit is het goede nieuws. Pizza! Leuke opdracht verzinnen. En toen dacht ik, ja, je hebt het. Ik laat jou je kamer opruimen. Oh my god, dat was wel een goeie. Dit waren de setups, hè? Zo, kijk dan, jouw beeldscherm en computer, hè? Dat is wel anders dan nu, hè? Ja. Haha, ziek hè? Dat is wel geüpgrade. Ja, zieke upgrade. Ja. Je moet ergens beginnen. Ja, je ziet waar. Het. Oké, nou, leuke challenge. Alles opruimen. Dan. Nee, FIFA 15 mag ontvangen. Maar eerst een epische sprong of duik. Je mag er zelf iets leuks van maken. In het zwembad. En ik zal je vertellen, het zwembad ziet er niet heel erg gezond uit. Dus dat komt er nog eens bij. Dus het is wel een hele erge opdracht. Maar ik zal het maar snel doen, want dan ben je er vanaf. Maar ik heb een vraag. Nou. Zit je trouwens weer te eten en nu? Had ik zo vies? Nee, maar gewoon grappig. Ik mag wat doen in het zwembad. Nee, je hoeft er alleen maar in te springen. Ik denk dat dat al erg genoeg is. Als je kijkt naar wat voor weer het is vandaag. Je ziet daar een heel klein beetje blauw er tussendoor. Maar het is niet warm. Dat kan ik de kijkers thuis ook verzekeren. Het is echt niet warm. Dus ik zal je maar gaan klaarmaken. Wordt spannend, hè? Wat gaat er door je hoofd heen? Veel. Wat? Jij zag gewoon alle doelpunten die je eventueel zou maken. In welke league je zou komen. Jij dacht, oh my god. Yes, ik ga weekend league knallen. Ja. Let's go, motherfucker. 3, 2, 1. Come on, punk. Oh, shit. Oh, god. Zo, ik ben nu een bordje, maar toen, jongen, toen was ik echt een bordje. Ja, kijk dan. Ho, teachers. Dude, ik ga het pakken voor je. Bam, 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 bam. Bam, bam. Hij is van jou. We hebben hem. Okselhaar al. Oh, yeah. Ik ben blij. Ik zou zeggen, ga je opwarmen, drink een kopje thee.
Oké, jongens en meisjes, ik vond dit heel leuk om te doen. Ja. Moesten we eigenlijk al eerder doen. Maar we hebben lekker kunnen lachen hierom. Ja, het was leuk. Dus ja. Mooi. Wie weet, kijken, wie weet kunnen we ooit nog een vervolg doen. Ja, natuurlijk. Laat me weten, 2 likes. 350.000 likes en we doen het volgende week. Nee, jongens, hartstikke leuk. Ik vond het leuk. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie de volgende keer weer.